Ik ben Arjen Bosman en ik heb voor het Odyssee gewerkt aan Velzen 2, het tweede fort, tweede Romeinse fort in Velzen. Het minst bekende fort. We staan er eigenlijk nu op de rand van. Achter mij het water, waar toen ook het water lag. Het zogenaamde Oerij. De belangrijkste reden waarom de Romeinen hier ook kwamen. 1945 is deze locatie ontdekt en gaandeweg is er onderzoek uitgevoerd. Bij de bouw van de Velzen tunnel, die hier vlak achter ons ligt, zijn er waarnemingen gedaan. En toen in 1982 zijn sporen ontdekt van mogelijk de verdedigingsresten van de verdedigingswerken van het fort. Dus de richting was nog niet helemaal duidelijk. Dat is bij de laatste opgraving echt in kaart gebracht. Waarbij we grachten hebben gevonden, waar we een walindruk hebben gevonden. Op die locatie is zelfs ook duidelijk geworden dat we minstens met drie verschillende fasen te maken hebben. En dat bij een fort wat redelijk kort bezet is geweest. Waarschijnlijk tussen 39 en 47 na Christus. Dat is het jaar waarin generaal Corbulo het bevel krijgt terug te trekken achter de Rijn. Een van de onderzoeksvragen die ik met het Odyssee-project heb proberen te beantwoorden is: is het ook daadwerkelijk zo dat je aan de hand van het fondsmateriaal van deze plek kunt zien of die datum dan ook de einddatum is? Een andere vraag is geweest van ja, wat voor soort troepen hebben hier nou gezeten? Ze zullen hier een basis hebben gehad om vooral naar het noorden van Germanië uit te kunnen wijken. Om daar een op dat moment vrij machtige Germaanse stam eronder te houden. De Gauken. De locatie hier van de forten is ook logisch. Aan het water van het Oerij. En dan kun je het ook wel uithouden als je voldoende aanvoer krijgt van alles en nog wat. En dat is hetgeen wat je dan ook vindt aan afval. Hè. Uit alle delen van het Romeinse Rijk is hier materiaal naartoe gebracht. Amforen uit het Mediterrane gebied, tonnen met wijn uit het Rijngebied. Maar ook lokale waar. Je kunt een beeld van de Romeinen in Velzen niet geven door alleen naar het oudste fort te kijken. Daarvoor heb je het jongste fort ook nodig. Hè? Het moment dat ze weggaan, dat is zeker van belang.